Welkom bij 023 Magazine. De verkiezingen komen er weer aan. Ook in Haarlem. En dit keer heb ik jou Haarlem, als het goed is, toch? Ja, dat klopt. Moussa, stelt zich even netjes voor. Hoi, ik ben Moussa Aynal, 45 jaar, getrouwd, 3 kinderen. We doen inderdaad dit keer voor de eerste keer mee als jou Haarlem, lijst 12. Dus het is spannend. Ja, hè? Je hebt een politiek verleden, absoluut. Dus je hebt ervaring, dus dat is belangrijk. Waar heb je nu voor gekozen? Welke hoofdpunten heb je nu gekozen waar jouw Haarlem voor gaat strijden? We hebben 7 thema's en uit die 7 thema's hebben we 3 hoofdpunten. Allereerst, helemaal bovenaan, staat betaalbaar wonen. Er is in Haarlem een grote woningnood, een groot tekort aan betaalbare woningen, zowel huur als koop. Dat is focus nummer 1. Tweede punt is de bereikbaarheid. We hebben echt een fileprobleem in Haarlem. Dat willen we aanpakken door goede maatregelen te treffen. Derde punt is een dienstbare overheid. We zien dat de gemeente soms onnodige eisen, regels, ingewikkelde formulieren meegeeft terwijl je met een simpele vraag komt. Dat willen we bestrijden. Oké, ik zie hierachter bijvoorbeeld staan, wonen in de Waardepolder. Dus dat is een van de hoofdpunten hoe jij dus ook nieuwe woning wilt gaan creëren? Jazeker. We zijn ervan overtuigd, en gelukkig wij niet als enige, dat wonen in de Waardepolder echt mogelijk is. En laten we alsjeblieft beginnen aan de zuidkant, om ook te laten zien dat het inderdaad mogelijk is om in de Waardepolder te wonen. Oké, is dat bij de buurt van de IKEA? Die kant? Ja, bij de buurt van de IKEA. Nou, als je daar een paar 100 woningen neerzet, kunnen ze ook meteen naar de IKEA om de meubels te halen. En je hebt ook nog gratis koffie ook. Oké. En hoe ben je eigenlijk aan die punten gekomen, die 7 punten? Ik loop al een tijdje mee in de lokale politiek. Al 12 jaar ben ik raadslid. En ik heb gemerkt dat dit echt hele urgente punten zijn. Het is heel duidelijk als je ziet dat mensen voor een sociale huurwoning gemiddeld 8 jaar, maar uitschieters van ruim boven de 10 jaar zijn geen uitzondering meer. Onze nummer 13, Maria Eldering, is een heel goed voorbeeld. 35 jaar, heeft een baan, werkt, maar kan gewoon niet aan een woning komen. De huren die zijn op de markt veel te hoog. Kopen kan ze niet, want ze krijgt geen hypotheek. En een sociale huurwoning, ze wacht al 9 jaar en ze kan niks vinden. Dus die zit echt helemaal vast. Nou, en wij zien dat dat in Haarlem echt een grote nood is geworden. Dus daar willen we ook hele concrete maatregelen op treffen. En daarom zeggen we, bouw alsjeblieft een groot aantal woningen en doe dat in de Waardepolder. Omdat ook het makkelijkst kan in de Waardepolder. De anderen willen verdichten in de stad. Ja. Nou, dat is moeilijk te realiseren. Ten eerste omdat je gewoon buren hebt. En ten tweede omdat verdichten, dus bouwen in de bestaande wijken, is ook gewoon duurder. En met kans op allerlei procedures tot aan de Raad van State. Vandaar dat wij deze keuze maken. Oké. Krijg je dan geen last met het bedrijfsleven hier? Het bedrijfsleven, de industriekring Haarlem, die roert zich inderdaad. Die willen absoluut niet dat er hier in deze buurt en helemaal niet op de Noordkop gebouwd wordt. Maar, en dat is echt gewoon een positieve ontwikkeling, de industriekring, meneer Giebels in ieder geval, die heeft gezegd, nou weet je, als jullie van de rest van de Waardepolder afblijven, dan zijn wij bereid om mee te werken aan woningbouw, aan de zuidkant, dus bij de buurt van IKEA. Ja, en dat is absoluut een lichtpunt. Dat is een goede ontwikkeling en daar ben ik blij mee. Oké, heel duidelijk. Nou, dan even toch over je verleden, maar dan over de punten waar je vooral hebt aandacht aan besteed. Dus, je hebt natuurlijk ervaring, dat vertelde je net. Ja. En welke punten vind je van, nou kijk, daaruit ga ik me voortborduren op die punten die ik aan het verleden heb bewerkstelligd. Daar wil ik mee verder gaan. Heb je het over de inhoud of de manier waarop je dingen kunt realiseren? Je mag het, ja, allebei. We mag zelf kiezen wat je vraagt. Nou, Maurice, kijk, de inhoud heb ik net geschetst. Ja, daarin klopt. Zijn we eigenlijk heel helder. We hebben 7 punten, dat kun je ook lezen op jouwhaarlem.nl. Die kan ik wel noemen, maar de focus ligt dus op die 3 punten. Ja, bouwen, bereikbaarheid en een dienstbare overheid.
Een overheid die niet de burgers en ondernemers onnodig lastig valt met allerlei overbodige regels. Hoe wil je dat bereiken? Nou, je zegt inderdaad net, er zit hier 12 jaar politieke ervaring aan tafel. Ik heb zowel in de coalitie gezeten als nu in de oppositie. Je kunt deze punten alleen maar realiseren door samen te werken. Ik sluit op voorhand geen enkele partij uit. Wat ik wel wil is dat we echt een breed samenwerkingsfront vormen. Om echt eens een keer, laten we zeggen, korte metten te maken met de woningnood. Want het is funest. Onze jongeren, onze toekomst, de energie van de stad, die raken we kwijt. Ja. Die gaat of naar Amsterdam, of naar elders, of vertrekt helemaal. En dat is niet goed voor de stad, dat is niet goed voor de economie en dat is niet goed voor de samenleving. Onze jongeren wij hebben de morele plicht om hen in ieder geval een woning aan te bieden, zodat ook onze stad, ons Haarlem, vooruit kan. Oké, maar je noemt ook net even Amsterdam. Hoe zit dat met de druk van Amsterdammers die naar Haarlem toekomen? Daar heb je eigenlijk twee soorten bewegingen in. Er zijn veel jongeren die in Amsterdam gaan studeren en daar op zoek gaan naar kamertjes. En vaak ook blijven. Soms ook terugkomen. Er is een andere beweging vanuit Amsterdam gaande. Dat zijn de wat beter verdienende tweeverdieners en meestal jonge gezinnen. Die kunnen zich de prijs van een gemiddelde prijs, want dat moeten we heel goed beseffen, de gemiddelde prijs van een Haarlemse woning is tegenwoordig €380.000. En alleen die goed verdienende tweeverdieners, die kunnen zich dat veroorloven. En die komen dan naar Haarlem. Okay. En de jongeren en de minder verdienende, die raken we kwijt. En dat is een ongezonde beweging. Duidelijk. Volgens mij is jouw hoofdpunt is echt wonen. Ja. Dat, zie ik ook. Met stip bovenaan. Met stip bovenaan, hè? Ja. Nou ja, dan denk ik dat het op zich vrij duidelijk is waar jouw Haarlem voor staat. En niet alleen jij. Ik heb echt gezien een hele ploeg heb je achter je staan. Ja. Het is even leuk om te melden. Ja. Want het is niet alleen Moesa. Zeker niet. Nee, we hebben een lijst, een prachtige lijst overigens, waar ik echt gewoon heel erg blij mee ben. Van 19 kandidaten. Heel divers. Ondernemers, horeca, uit de kunst- en cultuurhoek. Allemaal bevlogen Haarlemmers die stuk voor stuk geworteld zijn in de stad. En ook die kandidaten die voeden ons ook met dit soort informatie. Wat hebben we nodig om Haarlem een stukje beter te maken? Mag jij bedanken? Want ze zijn ook weer door de tijd heen. Ik zie iemand zwaaien. Dus ja, heel graag gedaan. En kijkers, u ook bedankt. En wilt u meer weten, ga naar jouw Haarlem toe. Dan kunt u alle punten die net genoemd zijn, plus de extra punten, even rustig opzoeken. Bedankt voor het kijken.